Hoi allemaal en welkom op mijn kanaal Creatief met Tess. Mijn naam is Tessa en vandaag gaan we Project Life Journal kaarten maken met make-up en nagellak. Deze make-up en nagellak heb ik uit de adventkalender van een video van een paar weken van een paar dagen geleden. Ik zal even een linkje plaatsen hier ergens. Ik heb hier laten zien wat Project Life kaarten zijn. En ik laat ze ook een keer zien hoe het eruit ziet in een voorbeeld in een hoesje. Deze zijn van Becky Higgins, alleen deze hebben geen achterkant, dat was wel jammer. Nou, zo ziet de layout met journalkaarten er dus uit en vandaag ga ik dus deze zelf maken. Ik snij de grotere vlakken op 15.1 bij 10 en de kleinere snij ik op 10 bij 7.4. En nu gaan we alle hoekjes rondmaken, want dat vind ik wel het leukste staan. Ik ben nog steeds trouwens heel erg verkouden, dus dat kan je wel aan mijn stem horen, denk ik. En nu gaan we beginnen om ze te versieren. En de adventkalender was trouwens van Max & More. Hier zie je wat er allemaal nog in zat in die adventkalender. Maar als je het in close-up wil zien, dan moet je even naar die vorige video kijken. We gaan hier dus beginnen met de rode nagellak. En ik heb er toch maar wat onder neergelegd, want het werd, ja, ik wist niet zeker of het er goed af zou gaan. En deze droogt dus heel erg fijn en snel op. Hier maakte ik strookjes van 1 cm. Ik wilde namelijk een gestreepte journalkaart maken. Ik wilde dat eerst er gewoon op doen, maar ik dacht, nou, dat gaat te veel vegen. Dus ik heb het maar apart de strepen gemaakt. En deze kaart maak ik dus eerst helemaal met deze glitter, de doorzichtige glitternagellak. En daarna plak ik die streepjes dus op. En die streepjes die worden met de rode lipstift gemaakt. De nagellak droogt eigenlijk best wel goed op. Daar hoef je eigenlijk geen beschermlaagje overheen te doen. Maar zoals bij de lippenstift heb ik Mod Podge er uiteindelijk overheen gedaan. Nu gebruik ik de oogschaduw. En ik wil dus met zo'n potlood streepjes trekken, maar dit vond ik uiteindelijk toch niet leuk. Uiteindelijk is die heel anders geworden, namelijk met paarse stippen. En niet met deze rode versiering.
Hier gebruik ik een stencil en de paarse oogschaduw. Sneeuwvlokkenstencil. Ik wil deze layout namelijk voor mijn kerstfoto's gebruiken. Als je dan wil zien hoe ik deze maak, hoe het uiteindelijk eruit komt te zien met de foto's en andere embellishments, laat me dan even weten in de comments. Nou, hier doe ik ze dus in om te kijken wat ik er al van vind. Dan gaan we er ook eentje helemaal paars maken. Dus de kleuren zijn eigenlijk rood, paars en bruin. En een beetje wit met glittersachtig. En straks komen er goud en zilveren accessoires. Hier zien we dus die moodboards erop doen. Voor mijn schermlaag. En dit is die highlighter die er in het pakketje zat. Die is echt super mooi. En hier ga ik weer eentje wit maken en dan doe ik dus die highlighter ook met streepjes erbij. Dit wordt de laatste grote kaart. En dan gebruik ik dit stencil van de Action voor. En de bronzer poeder. En daar gaat natuurlijk ook een laagje modpotje overheen. En ik gebruik die nagellak steentjes, glitters. Gebruik ik voor de versiering. En voor de sneeuwvlokjes gebruik ik de zilveren edelsteentjes. En bij het zigzagpatroon komen straks ook die zilveren edelstenen.
Ondanks dat het rood afsteekt, vind ik het er wel heel erg leuk bij staan. Want ik vind wel dat rood bij kerst hoort. En dit is dat rode penseeltje. En bij die rode was het moeilijker om modpots overheen te doen dan bij deze. Nou, dit is dus het eindresultaat. Journalkaarten maken met make-up en nagellak. Als jullie het een leuke video vinden, geef dan een duimpje omhoog. Laat een comment achter en vergeet je niet te abonneren. Als je wilt zien hoe ik deze journalkaarten gebruik bij mijn kerstfoto's, laat het dan weten. Morgen is er weer een video van Vanessa. En ik zie jullie, even nadenken hoor, donderdag weer. Oké, doei doei!